Op het moment dat ik deze video opneem zien we Alibaba op de beurs openen met 10% in de plus. En waarom dat is, dat ga ik straks nog even behandelen. Maar gaan we juist kijken, vorige week was er nog JP Morgan die met een nieuw koersdoel kwam van 65 dollar. En we hebben de koers wel richting de 70 dollar zien gaan. Maar op dit moment zitten we alweer rond de 115. Dus is het realistisch om te denken dat de koers nu nog een keer gaat halveren, zoals JP Morgan denkt in de komende 12 maanden? Of is het eerder logisch dat de koers misschien wel gaat verdubbelen in de 12 maanden die nog gaan komen? Maar wat is mijn kijk op het aandeel en ook vooral wat is mijn waardering voor het aandeel Alibaba op dit moment? Is het misschien wel interessant om het toe te gaan voegen aan mijn portfolio? Laten we het aandeel gaan bekijken en bespreken en dus snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Voordat we zo meteen gaan kijken dus naar het aandeel Alibaba wil ik eerst even overstappen naar de Giro om te gaan kijken hoe mijn portfolio er op dit moment voor staat. Zoals gezegd, ik maak gebruik van de Giro voor de aankoop van mijn aandelen en ETF's. Ze hebben op dit moment ook een actie voor nieuwe klanten, dus bijna op zoek naar een broker. Kijk dan ook zeker naar de Giro en een affiliate link om gratis een account te openen vind je onder de video terug. Maar als we dan ingelogd zijn en naar mijn portefeuille, oftewel portfolio gaan kijken, dan zien we op dit moment dat het iets meer dan 3750 euro waard is. Ik heb zojuist al 250 euro gestort om straks dus een nieuwe aankoop te gaan doen. En we staan nu zo'n 8 euro, 8,5 euro in de plus. Dat was bij de vorige video die ik heb gemaakt in vorige maand was ook denk ik net voor de oorlog met Rusland al uh, tussen Oekraïne en Rusland stonden we al in de min. Dat is een tijdje nog flink meer in de min geweest, maar gelukkig zien we nu al wat herstel. Ik wil niet zeggen dat het met al mijn posities dan ook heel goed gaat, want we zien nog steeds eigenlijk hetzelfde beeld wat we al een tijdje zagen. Vooral uh, de bank, Citigroup is nog wel best wat afgezakt. Maar vooral ook de digital assets of de crypto-dingen die zijn behoorlijk hard geraakt. Zoals Coinbase, min 15% altijd nog. En hieronder ook mijn uh, digital assets. Um, ETF, min 40%. Cloud computing, min 30%. Maar gelukkig ook wat andere posities die het dus eigenlijk wel goed doen. Waardoor we dus nog net in de plus staan. Maar laten we dan eerst even gaan kijken naar het aandeel Alibaba. En vooral ook waarom analisten in één keer hun koersdoel misschien wel bijstellen. We zien hier op Marketbeat. Namelijk dat uh, op 14 maart van dit jaar, dus zeg maar iets meer dan een week geleden, JP Morgan uh, het, het, de koersdoel eigenlijk gedowngrade heeft, dat wel naar beneden bijgesteld. En ook een, ja, eigenlijk een verandering van wat ze denken van het aandeel. Ze stonden eerst en hadden eerst een koersdoel van 180 dollar en dat is nu dus bijgesteld naar 65 dollar. Wel een behoorlijke ja, verandering eigenlijk in wat hun verwachtingen zijn. En zelfs toen bij de huidige koers... Uh, toen ik deze screenshot maakte, betekende dat nog zo'n uh, 20% koersdaling. Nou, inmiddels is het aandeel al iets hoger, staat de koers al iets hoger, dus is dit alleen nog maar meer downside. Het is altijd al, vind ik wel interessant, om als we naar analisten gaan kijken, in ieder geval gaan kijken naar actuele analisten. Uh, dit zijn alle analyses zeg maar, van dit jaar, alle koersdoelen. Dus uh, degene die bovenaan staat, is het meest actueel en zal ook het meeste in verwerkt zijn. Maar gaan we kijken naar wat andere analisten denken, dan zien we nog wel. Ook al is het misschien van iets langer geleden, maar het is eigenlijk eind februari. Daar zien we wel wat koersdoelen zijn bijgesteld, maar lang niet zo laag als dus JP Morgan. Zoals gezegd, daar zagen we 65 dollar als koersdoel, terwijl bij de rest 160, 170, 190, 150. In ieder geval best nog wel wat upside dus eigenlijk zien. Nou, waar komt dat door dat JP Morgan dus eigenlijk dit bijstelt? Dat kunnen we in dit artikel lezen. En in dit artikel lezen we dan eigenlijk dat juist door uh, de geopolitieke redenen en de macro risico's die er zijn in de economie, dat ze denken dat er heel veel uh, uh, investeerders, zo moeten we het eigenlijk zeggen, uh, hun risico of hun exposure aan China willen verkleinen. Oftewel, ze willen niet zoveel geld geïnvesteerd hebben in Chinese aandelen, omdat het onzeker is, neemt extra risico met zich mee. En juist als er dus minder vraag is naar deze aandelen, of juist allemaal in de verkoop worden gedaan, dan zal vaak ook de koers gaan dalen. Nou, dat is een van de belangrijke redenen waarom zij denken dat Alibaba, als een van de grote bekende bedrijven uit China, dus daar heel hard getroffen door zal worden. Maar niet alleen over de hele markt of heel China zijn ze bezorgd, ook gewoon de fundamentele uh, dingen van Alibaba zelf, van het bedrijf. Die zijn veranderd. En dat zorgt er ook voor dat ze in ieder geval op de korte tot iets langere termijn negatiever zijn geworden over het bedrijf. Over de, ja, wat we kunnen dus verwachten van het aandeel. En dat is voor hun dus de reden geweest om het bij te stellen. In dit geval van 180 dollar als koersdoel naar 65 dollar als koersdoel. Nou zagen we wel dat er inmiddels iets is veranderd. En dat is dan vooral vanuit China zelf vanuit de overheid. We zagen dat de Hongkongbeurs beurs zeg maar vorige week. In één keer flink hoger sloot. Bijna ja, iets meer dan 9% hoger zelfs. Dat was de, beste, uh, de meeste winst in een dag na 2008. Na de financiële crisis was dit op plek 2. We zien dat bijvoorbeeld Chinese aandelen ook heel erg populair waren die dag. En flinke sprongen maakten. Dat was Tencent bijvoorbeeld. Uiteindelijk 23% in de plus. Alibaba, waar we het zo meteen dus over hebben. 27% in de plus. En ook andere bedrijven flink in de plus. En de reden hiervan is dat we eigenlijk lezen dat juist. Um, de Chinese overheid en Amerika uh, wat ja, meer bij elkaar komen. De handelsoorlog die er was, is heel, heeft er heel lang voor gezorgd... dat er um, eigenlijk angst was dat Chinese bedrijven... die op Amerikaanse beurzen genoteerd staan... dat die daar gedelist worden, oftewel van de beurs afgehaald worden. Nou, dat zorgde gewoon voor dat het, voordat het moeilijk verhandelbaar is. Dat er veel uh, Amerikaanse beleggers dus niet meer gaan investeren. De aandelen minder interessant worden. En nu is er eigenlijk uitgekomen dat... De, het lijkt erop dat dat niet gaat gebeuren, dat ze niet van de beurs gehaald worden in Amerika. En niet alleen dat, dat eigenlijk ook de Chinese overheid zegt van, we hebben eigenlijk vorig jaar dus heel die vastgoedcrisis gehad en we willen nu juist voor stabiliteit zorgen voor onze Chinese bedrijven en ook voor wereldwijd. Dus het lijkt erop alsof die angst nu is weggenomen en dat zorgt er meteen dus voor dat koersen tussen de 20 en 30 procent stegen op die dag. Maar goed, dat was dus het actuele beeld eigenlijk. Laten we nu eigenlijk gaan kijken naar de laatste kwartaalcijfers. En deze zijn um, van 24 februari van dit jaar. En het gaat dan geloof ik over het derde kwartaal is dat voor de cijfers van uh, Alibaba. Kijken we, ik heb wat bepaalde sheets uitgehaald. Ik heb ze niet allemaal uh, bekeken of in ieder geval niet toegevoegd aan uh, wat ik nu wil gaan bespreken. Het eerste belangrijke ding wat mij opvalt in ieder geval is het aantal actieve gebruikers. Aantal actieve klanten. Dat zien we stijgen. En dan hebben we het, zeg maar een vergelijking tussen december 2020 en december 2021. Nou, dan zien we het toenemen in uh, heel China met 15%. Internationaal neemt het toe met 37%. Oftewel, het totaal aantal klanten neemt met 19% toe. En dan heeft dit misschien niet altijd direct effect op. Misschien de omzet. Of de winstgevendheid, vooral. Maar ik denk juist op de langere termijn, dan juist wel als klanten gebruik maken van de diensten. herhaaldelijk gebruik gaan maken van de diensten. vertrouwd raken, zullen ze meer geld gaan besteden. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel ten goede van de winst. Dus wat we hier zien, nog steeds een behoorlijke toename van het aantal klanten. Ik denk zeker wel dat dit ervoor gaat zorgen dat op de langere termijn. dus meer omzet. en uiteindelijk dus ook meer winst komt voor het aandeel Alibaba. Kijken we naar het volgende punt. Dan zien we juist de verwachtingen van de cloudmarkten, de clouddiensten, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat Amazon doet met AWS. We zien dat bij Amazon in ieder geval um, heel veel van de winst uiteindelijk van, die, van dat onderdeel afkomt. Nou, kijken we naar uh, Alibaba, dan is het nog niet zo'n heel groot onderdeel. En zeker in de winst is het maar heel klein. Ik geloof zelfs maar 1% van de winst. Maar we zien wel dat de verwachting is dat dit eigenlijk in de komende, ja nu nog drie jaar. Maar eigenlijk in de vijf jaar tussen 2020 en 2025 vijf keer zo groot zal worden. Dus ik denk als we kijken naar Amazon. En hoe belangrijk clouddiensten daar zijn voor de omzet, maar zeker voor de winst. Dat we nog heel veel kunnen verwachten voor Alibaba. Pakken we dan het derde punt. En dat is juist een beetje een negatief punt. En denk ik ook een heel belangrijke reden waarom het aandeel eigenlijk het laatste jaar al flink in de min is gegaan. En dat heeft ermee te maken. Hier zien we de kosten van de omzet. Um, en dan moeten we eigenlijk vooral gaan kijken de drie maanden. En als we dat gaan doen, en we tellen bijvoorbeeld al deze uh, ja, drie maanden van 31 december 2020 op en al deze vier punten, dan zien we dat ze op dat moment, dat waren de kosten, was 82%, uh, 72% en dat betekende dat de winstmarge 28% was. Gaan we juist een jaar later kijken, 31 december 2021. Dan zien we 60, 4 is 64, 79, 82. Dat zijn de kosten. Oftewel, de winstmarge is dus gedaald naar 18%. En dat is juist heel belangrijk. Was die een jaar geleden nog 28% winstmarge. Nu 18% is een behoorlijke, behoorlijke daling. Terwijl we wel bijvoorbeeld de omzet zien toenemen, het aantal actieve klanten zien toenemen. En dat zorgt er dus voor, ondanks dat dat gebeurt, dat er dus uiteindelijk minder winst gemaakt wordt en minder winst. Vertaalt zich al vrij snel in angstige beleggers. En dat verklaart natuurlijk dat we de koers zo hard hebben zien dalen. Dus, dit is een heel belangrijk punt. En laten we hopen dat we in dit geval de bodem hebben bereikt. En Dat het eigenlijk nu alleen maar weer beter wordt. Want, dat is wel iets wat je zou verwachten. Zeker bij een bedrijf dat nog veel groeit. Bij een e-commerce bedrijf zoals dit zijn vaak de marges, de winstmarges wel een stuk hoger. En daar is er natuurlijk ook wel een verklaring voor. Alibaba heeft ook heel veel geïnvesteerd. Uh, heel veel geld kost dat, dat gaat ten koste van je winstmarge, levert op de korte termijn nog niet zoveel op. Maar deze investering moet er natuurlijk juist wel voor zorgen dat op de langere termijn dit wel uh, de winstmarge alleen maar door ja, wordt verbeterd. En kijken we dan tenslotte even naar de segmenten waar de omzet vandaan komt. Dan zien we dat het uh, China is, internationaal en dan hebben we verschillende onderdelen. We zien in ieder geval als we gaan kijken naar de omzet dat deze totaal toeneemt. Naar uh, 242 miljard. En dit is dan de Chinese uh, currency, de valuta. Dat is in ieder geval in de drie maanden, uh, in het laatste kwartaal, dus eigenlijk een verbetering van 10%. Kijken we, dit was het derde kwartaal, de negen maanden die eigenlijk vergeleken worden, dan is het een verbetering van 22%. Dus met de omzet, zoals gezegd, daar is niets mis mee. Daar zit nog steeds een groeiende trend in. Al is die misschien niet meer zo groot als dat we eerder zagen. Maar ja, naarmate een bedrijf groter wordt. Zeker trouwens ook als we. De coronacrisis hebben we gehad. Heel veel ging natuurlijk heel snel online. Dus het is heel lastig om die verbeteringen nog eens een keer extra te verbeteren. Maar in ieder geval nog steeds een groei. En dat is denk ik wel het belangrijkste. Kijken we waar we straks over hadden, naar het gedeelte van cloud. Dan is dat wel een redelijk onderdeel van de omzet. Maar als we gaan kijken naar de winst, is dat maar 1%. Het is in ieder geval al positief. Maar zeker als we weten wat Amazon voor marges haalt. Wat eigenlijk alle bedrijven voor marges halen op cloud. Zeker als dat onderdeel inmiddels ontwikkeld is. Dan kunnen we daar nog heel veel winst in ieder geval van verwachten in de toekomst voor Alibaba, lijkt mij zo. En dat brengt mij dus eigenlijk ook weer terug bij dit onderdeel bij de, van Marketbeat, eigenlijk het overzicht van analisten. We zagen dus dat JP Morgan vrij negatief was. Kunnen we eigenlijk wel zeggen dat ten opzichte van nu de koers nog bijna gaat halveren. Terwijl kijken we naar alle analisten, dan zien we nog steeds een koersdoel van gemiddeld 196 dollar. En een upside van, hier staat 97%, maar dat is voor de opening van vandaag, volgens mij is het dan aangepast en zal het ongeveer 70% upside zijn. In ieder geval, de rest van de analisten ziet het in ieder geval een stuk positiever in. En kijken we bijvoorbeeld naar tipranks, daar zien we 18 analisten. 17 daarvan hebben een koopadvies met een gemiddeld koersdoel van 170 dollar. Oftewel een upside van 48% ten opzichte van de huidige koers. Maar laten we ook vooral zelf het aandeel gaan bekijken, analyseren en natuurlijk ook een waardering maken. En dat doe ik via beleggertools.nl, de website die ik heb gemaakt met tools die jou juist moeten helpen om, of om aandelen dus misschien wel te ontdekken, te analyseren, maar zeker dus ook een waardering te maken. Loggen we in, gaan we naar aandelen en kijken we naar Baba. Dan komen we bij het aandeel Alibaba. Ik zie inmiddels dat deze cijfers nog niet kloppen. Volgens mij is de koers wel correct. Uh, zal misschien daar nog geüpdate worden. Maar als we gaan kijken naar het nieuws, dan zien we dat het aandeel, zoals gezegd, vandaag 10% hoger opende. En dat heeft er vooral mee te maken dat Alibaba heeft aangekondigd juist uh, eigen aandelen te gaan opkopen. Dat was ook een onderdeel dat ik eigenlijk nog had willen vertellen. Dat het juist tegen was gevallen bij hun laatste kwartaalcijfer. Dat ze eigenlijk maar heel weinig eigen aandelen op hadden gekocht. Terwijl we juist wel zagen dat. Um, ja, een paar maanden geleden het aandeel ook al heel laag stond in koers. Dus eigenlijk zou je zeggen, als je gelooft in het bedrijf... als het bedrijf zelf gelooft in het bedrijf... ze hadden heel wat cashflow, dan hadden ze dat geld juist toen kunnen gebruiken... om goedkoop hun eigen aandelen op te kopen. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dus dat was eigenlijk ook wel een beetje apart. Maakte misschien beleggers ook wel een beetje ja, zorgen om. Want waarom zou je dat niet doen als je denkt dat je koers veel hoger moet zijn? Is het dan een heel interessant moment... Je hebt het geld ervoor, dus koop dan je aandelen op. Nou, dat hadden ze toen niet gedaan. Wat zeggen ze dus nu wel dat ze dat van plan zijn? Ik geloof voor zo'n 25 miljard zelfs aan aandelen. Misschien heeft het wel te maken gehad met de regels vanuit de overheid uit China. Dat ze nu het beleid een beetje aanpassen. En dat dat het vertrouwen geeft aan Alibaba om het in ieder geval nu wel te doen. In ieder geval, het wordt heel goed ontvangen door de markt zoals gezegd. De koers gaat daarop een stuk omhoog. Maar gaan we zelf eens dus kijken. Um, dan gaan we een waardering maken. We kunnen trouwens heel even de checklist kijken om te kijken hoe het er op dit moment voor staat. En hier zien we dan wel een PE-ratio van 27. Uh, dat is hoger dan we zouden willen zien voor dingen op de lange termijn. Maar ik wil niet per se zeggen dat dit niet terecht is. Zeker als het bedrijf hard groeit. Nou, de laatste vijf jaar is het bedrijf zeker hard gegroeid. De omzet met 350%. De winst is meer dan verdubbeld en de free cashflow is verdubbeld. Of ja, ook trouwens meer dan verdubbeld. De drie keer zo groot geworden. Dus het ziet er heel positief uit de afgelopen vijf jaar. Voor de komende vijf jaar, als we gaan kijken naar analisten denken, dan zien we trouwens bij Yahoo Finance dat het tegenvalt: 0,35%. Dus ik heb even verder gezocht en dan zien we eigenlijk verschillende analisten tussen uiteindelijk zo'n 10% per jaar tot uiteindelijk 18% groei per jaar van de omzet. Dus dat gaan we zo meteen ook gebruiken in onze waardering. Verder valt wel op dat er wijzigingen in aandelen, wel ja, iets meer aandelen bij zijn gekomen. 7% is niet heel veel op zich voor een bedrijf als Alibaba, wat wel een beetje behoorlijk in die groeifase zit. Um, had natuurlijk liever gezien dat ze aandelen op gingen kopen en dat gaan ze nu dus juist ook doen. Dus dit zal wel omdraaien, is in ieder geval positief. Voor aandeelhouders, de netto winst valt wat tegen, maar juist ook het laatste jaar hebben ze juist veel geïnvesteerd. Veel geïnvesteerd in de toekomst. Dat gaat nu ten koste van de winst, maar moet juist wel in de toekomst zorgen dat er meer winst wordt gemaakt. En kijken naar de schuldpositie, dan is die gewoon heel goed. Een heel laag schuldratio. Ze kunnen het ook vrij makkelijk betalen. Iets meer dan een jaar zou het kosten om hun free cashflow te gebruiken om alle schuld af te lossen. Dus dat ziet er wat positief uit. Laten we vooral gaan kijken naar een waardering voor het aandeel. laat ik even wat cijfers in gaan vullen. En dan zien mijn verwachtingen voor Alibaba er als volgt uit. Um, kijken we naar de drie scenario's. De bear case, zoals gezegd, we zagen analisten uh, tussen de 10 en 18 procent groei vo voorspellen eigenlijk voor de komende vijf jaar. Dus ik ben uitgegaan van 10, 14 en 18 procent, zo zegt, ook voor vijf jaar een analyse gemaakt. De netto winst was nu wat lager. Dat komt denk ik vooral door de investeringen die ze het laatste jaar hebben gedaan. Uh, dat drukt natuurlijk de winst. Dus ik denk... 10% in het laagste geval, 26% in het beste geval, in de beste scenario. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Ik weet niet of ze het kunnen gaan bereiken. Dus ik denk dat vooral de base case het meest voor de hand ligt. Free cashflow 16, 23, 30%. Kijken we naar geplaatste aandelen. Dit heb ik eigenlijk bepaald op basis van deze cijfers. En niet zozeer ineens op het nieuws van vandaag. Nu gaan ze dus juist wel aandelen opkopen. Dus waarschijnlijk. Zal het uh, ja, positiever zijn als aandeelhouder, maar laten we uitgaan van een toename van 1%, het aantal blijft gelijk, of een afname van 1% per jaar, dividend hebben ze niet, zullen ze denk ik ook niet hebben over 5 jaar, want ze kunnen veel beter investeren in hun eigen bedrijf op dit moment. Dan een PE-ratio, zoals gezegd, op dit moment een multiple van iets meer dan 27 over 5 jaar, denk ik dat het veel logischer is. Uh, tussen de 18 en 24 uiteindelijk. Zeker met de groei die ze hebben doorgemaakt. Maar vooral ook uh, een winstmarge die weer omhoog zal gaan. Het gewenste rendement van 12%. Ten eerste omdat we een specifiek aandeel kiezen. Ten tweede omdat we in China investeren. Is nog steeds wat onzekerder denk ik dan in bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen. Dus 12% rendement per jaar wil ik zeker hebben. Ten op, ja, omdat ik gewoon meer risico neem dan wanneer ik in een ETF zou investeren. En de groei na de analyseperiode van 5 jaar. Standaard 3% laat ik ook hier even standaard staan. Als we dan gaan klikken op analyseer en we scrollen naar beneden, dan zijn dit de koersen die, of de prijzen die je zou willen betalen voor het aandeel. om in ieder geval in deze scenario's de 12% rendement te behalen. En dan zie je eigenlijk in 5 van de 6 scenario's dat het groen is. Um, nou is deze natuurlijk net veranderd, net gewijzigd omdat de koers inmiddels wat hoger staat. Als dit aan was gepast, is het in ieder geval nog de laatste vier. En zeker ook de base case, de meest voor de hand liggende, dat zien we eigenlijk gewoon bijna een verdubbeling van de koers. Dus veel meer richting de 200 dollar die ik zou willen betalen voor het aandeel. En zeker niet de 65 dollar die JP Morgan als koersdoel heeft gesteld. Maar dat was natuurlijk ook een koersdoel voor de komende 12 maanden. Dus voor mij is het nog steeds heel interessant, lijkt het me, als ik zo ga kijken naar het laatste nieuws, naar de cijfers, en ik denk ook zeker dat ze weer gaan verbeteren in de toekomst. En ik had het natuurlijk al in mijn eigen portfolio, maar dit is ook zeker dus een aandeel dat ik wil gaan toevoegen aan het portfolio voor deze serie. Dus als we teruggaan naar mijn portfolio bij de Giro, wil ik eigenlijk twee dingen gaan doen. Ten eerste de ETF van iShares wil ik juist gaan verkopen, omdat... Ja, in deze serie willen we juist gaan vergelijken met VWRL of VWRA geloof ik met de dividend dus dan is het raar om eigenlijk een concurrent dezelfde ETF soort te pakken alleen dan van iShares dus dat is voor mij de reden om in ieder geval deze vier te verkopen en laten we gewoon even een market order doen vier stuk's verkoop en plaats order die zal vrij snel denk ik verwerkt worden hij is inmiddels verwerkt, zorgt er ook meteen voor dat we meer vrije ruimte hebben. En eigenlijk de volledige vrije ruimte wil ik in dit geval gebruiken om Alibaba te kopen. Omdat zoals gezegd, ik het heel, ja, heel logisch zou vinden: dat in ieder geval op de langere termijn de kans dat dit aandeel gaat verdubbelen, lijkt mij groter dan dat de kans dat het gaat halveren. En omdat ik toch VWRL wil verslaan, uiteindelijk. Zal ik ook wat extra risico moeten nemen. En in ieder geval bij Alibaba denk ik dat de risk-reward zeg maar, dat dat een goede verhouding is. Dus laten we het aandeel op gaan zoeken. BABA, Alibaba op de New York Stock Exchange. Dan zien we dat de koers op dit moment zo rond de 117 dollar, iets minder. Dus we kunnen zeggen koop. Uh, we hebben een bedrag uiteindelijk te besteden van 581 euro. Met het limiet op dit moment, en dat doe ik altijd verkeerd, 581. 81 betekent dat we vijf aandelen kunnen kopen, dus laten we zeggen: plaats order bevestig. En ook hier zal het niet heel lang duren. En dan zien we hem al. Gaan we terug naar het portfolio, dan zien we dat op dit moment dus vijf aandelen van Alibaba zijn toegevoegd. Ik sta net in de min, natuurlijk, omdat ik een beetje kost heb gemaakt. Maar in ieder geval, vandaag staat het al flink in de plus. En laten we ook zeker hopen dat het de komende tijd zeker ook nog verder zal gaan stijgen. Maar tot zover dus het aandeel van deze maand. We hebben het weer toegevoegd, het portfolio bijgewerkt. Laat ook zeker weten wat jij denkt van Alibaba en doe dat via de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien en ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder de video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.